Ja, maar ik loop nu sowieso ook al zachter, omdat ik... Zo, wel! Zoveel erin heb. Oeh, wel! Oeh! Hoe ging het zo hard? Wow, ik ben helemaal in de zee, joh! Oh, die kip is hier, die kip is hier! Ja, op die steen! Die kip heb ik daar! Ik ga helemaal stikken. Ik ga die chargen op die kip, maar ik kan denk ik niet door het water heen, hè? Ja, ik ga mee, ja. Er komt een gier op me af, ik ben bijna dood. Er komen gieren op me. Ik ben echt bijna dood. Kom naar mij, kom naar mij, vrouw. Kom naar mij, richting mij. Ik heb ze aangevallen. Ik ben dood. Kom naar B, naar die ene B. Sabeltandtijgers. B2? Ik weet niet naar welke B. Hey, maar even serieus, hoe hoog zal die Pterodon daar zijn? Want ik heb er geen één. En aangezien ik wel een bolen heb nog. Dan beter even straks. Dan vlieg je toch achter ons aan. Oh, level 190 ook gelijk je. Ja, het kan maar. Ik weet niet of ik genoeg pijlen heb. Heb jij nog kei of niet? Ik heb één pijl. Hij is echt meer gewoon. Ja, oh. Oh, ik heb trouwens wel premium vlees, hè. Dat is wel lekker. Oh ja, ik ook. Ik heb echt veel. Ja, ik heb zo'n meer vlees. Melvin, kijk achter je. Een rapte achter ons, met de karber, met die schildpadden. Melvin, wij moeten denk ik even op ons ding even snel die krabbe killen. Ja, dan wacht ik even hier. Waar? Ja. Oh, daar. Nou, kijk daar. Ja, is dat vlees zijn weg, hoor, maar... Ja, er zit premium vlees in, ja. Oh, dat stekt nu ook al een beetje. Oh, jij doet ja, dat stekt 5. Oh, dat is wel een hele mooie raptor, man. Die kleurtjes. Ik ben echt benieuwd wanneer de paas voorbij is, want dan zijn al die kleurtjes weg. Maar ook gewoon, niet eens dat... Als je er eentje hebt getemd met die kleurtjes, gaan ze dan gewoon nee, automatisch dan blijft het. Opeens weg. Dan blijft het. Ja, dat is wel beter. Dan gaat mijn roze ding en deze van jou. Ja. Die kleurtjes gaan alweer. Oh, hier is een drop. Zal ik die gauw pakken? Of... Ja, dat is voor mij een witte, of niet? Wel. Of is dat een gele? Want de witte is echt klote, dat is echt helemaal bullshit. Wit is dat. Een achteraf achter ons. Kutzooi. Die komt ons kant op. Nou, ik ben nu bij die drop. Ik pak snel wacht. Kom aan. Ja, het vlucht omhoog, maar wel zo omhoog richting ons. Dat is echt bullshit, joh, wat hierin zat. Twee waterzak. Hoeveel procent is die vrouw? 47. Maar Melvin heeft wel opeens echt wel fucking veel hoge dino's. Ja, ja maar hier kon ik ook niks van. Ik ging gewoon schieten. En in één keer zie ik van 190, joh. Ik vond ook eentje recht in zijn ogen en had gelijk dood. Ja, ik was echt bang, want ik heb nog maar één pijl, hè. Ik was echt bang dat ik te weinig had. Ja, ik had nog 65 van Frel in mijn ding, maar ja, die ga ik niet gebruiken. Heb je nog wel vlees of niet? Want ik heb nog meer premium vlees, hoor. Ik heb ook mega veel premium in mijn ding, dus... Oh, het wordt wel donker, dat zou ik kloten. Oh, ik heb genoeg, joh. Ik heb Melvin, heb je ook nog wat vlees? Ik heb zoveel vlees, joh, in mijn ding. Vannacht, als dit deze wereld gewoon aanblijft, hè. Echt niet normaal. We hebben zoveel bedorven vlees morgen. Oh, laat het maar gewoon zo, ik verander de naam wel. Ik weet niet wie hem heb. Farewell. Nu volgt ze allebei PVK. Ja, maar zou ik die vogel achter mij? Ja, of... Maar die vogel doe ik achter mij, want het is echt kloot als je en die vogel en die hebt. Ze zijn allebei kloot te volgen. Ja, die vogel die waren net rondje om je heen. Ja, dat is echt, en die... Die andere die is gewoon niet te volgen. Moet ik volgen op steeds of niet? Ja, heb je een fluit passief even gedaan? Ja, heb ik wel gedaan. Nog een keer doen hier zo. Wat loopt daar dan? Oh. Die zaal heb ik gelukkig nog thuis, dus heb ik wel gelijk een bird. Bird flying high. Wat is die trouwens? 284. Yo. Zo! Marmot 2. Daar was die stil, hij was aan het typen joh.
Ja, maar ik wilde eerst een 2.0, maar je mocht geen cijfertjes. Oh nee. Ho ho, ik kom aanchargen. Waar gaan we naar boven? Kijk hoe gaan, joh. We gaan blijkbaar naar beneden, zo te zien. Ja, nee, je moet hier naar boven, want daar zit die kip helemaal achter. Oh. Ja, weet, die zit op die steen. Godverdomme. Ja, maar jij kan daar dan nu wel even lopen. Ik loop toch bij Melvin. Die 3000 damage doet. Ja, charge wel van jullie toe. Die kip! Wat? Kill hem maar. Yo! Ik ben neer! Ja, dat is 300. Is hem. Zeg maar kijk even of die andere er is. Waarom? Beerklem. Kijk of die andere er is. Nee, toch? Ik zie hem tot nu toe niet. Maar gooi maar, weer een klemtje. Ik doe even passief fluiten, hoor, maar andere. Wat die in één keer schang gaat met de 3k damage. Berenklem. Ja, maar dit duurt echt lang, die berenklemmetjes. Schiet maar. Oh, je hebt er meer, joh. Het ziet er tering vet uit, hè? Zal ik eentje lopen? Kijk wat er gebeurt. Ah, ga er gewoon doorheen. Oh, maar je moet even wachten dat ze gaan liggen, denk ik. Oh, hij gaat er misschien zelf voor in. Hij gaat er zelf al in! Als hij nou open gaat, nu die ene. Nee, hij loopt net weg, joh! Ja, maar dan moet je schieten gewoon, dan komt hij hierin, kijk. Hij draait om nu. Laat hem die berenklem in gaan. Oké, en schieten. Niet in zijn kop, hè? Niet te vaak, hè, niet te vaak. Kom, kijk wel, loop wel naar die berenklem, hè, als die... Oké. Hij gaat om het trein, of niet? Die andere komt erachter, hè? Hij rent al hij weg. Hij rent weg, gewoon. Ik heb hem al. Oh, nee. Hoezo rent hij weg? Ik dacht die... Waar slaat dit op? Wat is dit voor poesie, joh? Laat me daar maar lekker vastzitten. Wat is dit voor lompen? Slaat het op? Oh, die berenklemmen voor niks dan. Kan je die beter even snel oppakken? Ik weet niet. Ja, oh, je hebt hij valt ook goed aan. Wel een minuut tijd, hè? Ik ga ze even oppakken, joh. Misschien lukt het nog. Ja, pak even. Maar hij schiet wel. Hij geeft gewoon geen fuck deze dino. Misschien bang door die eerste berenklem. Ik heb hem opgepakt. Ja, maar deze dino voelt er waarschijnlijk niks van. Dit is een beetje kriebelen bij hem waarschijnlijk. Hè? Ja, dit is zeker kriebelen. Eigenlijk heeft bij deze gewoon die longneck nodig. Maar kunnen we die ook al lang maken, die longnecks? Dit is hier te kloten met die pijlen boven. Ja. Maar nog Dutch kun je nog niet maken. Dit is echt top, hij gaat gewoon naar jawel, Dutch kan ik al maken, hoor. Ja, Dutch kunnen we al lang maken. Net bijna tegen een charge om te doen, dat ik gewoon een boot ben. Ja. Ja maar man, als ik hier dood ga, maakt het me echt totaal niet uit hier. Dicht bij huis. Ja, hij is neer. Ja. Yo, dit is echt easy. Wat slaat dit op? Ik heb geen badges. Ja, ik heb 250 ingedaan, joh. Maar ik loop even over mee, dan pak 1,3% per happy. Ja, maar net was wel 143 erbij! Ja, ik zei het, hè. En die van Kei wordt zo dan ook fucking goed, hè. Ja. Die wordt gepaard. Kijk, als je erop staat, let op. Dan gaat zijn ding omhoog, hè. Zijn gewicht ook omhoog, kijk. Oh ja, hè. Spring er eens af, kijk. Gaat hij naar beneden. Maar 143, maar hij gaat wel naar beneden, kijk. Per procent. Dus ik hoop niet dat hij heel veel naar beneden gaat qua procenten. Want daar gaat zijn level ook naar beneden. Ja! Dat komt dat de Vrijdag is opgespringt. Misschien... Nee. Ja, maar hij wordt sowieso boven de 400, dat 100%. Misschien is het wel als je erop springt dat hij naar beneden gaat. Oh. Want daar gaat nu niet meer naar beneden, kijk, als hij hapje neemt. Oh. Maar wordt 443, hè. Als je deze straks alleen maar... Ja, 440. Als je deze alleen maar dingen doet, hè. Melee damage ook, hè? Het is gewoon gek. En beestje. Gewicht en gewoon alles van wat. Een moordwapen wordt dit gewoon. Ja, je moet ook wel het ding doen, hè? Hoe heet dat omhoog doen, hè? Zijn gezondheid. Want ja, dat is echt zo. Kloten. Die andere was zo snel dood. Maar kunnen er nog hogere dino's lopen dan? Want 300? Ik denk het niet. Ik weet niet. Maar ik wist niet dat je die hoger kon levelen of kon vangen. Eerst was altijd 150 max. Hij is al 70%, gaat dat sneller. Ik ga even een paar beesten killen, want mijn is echt bijna 300.
top. Oh, ik heb een gip! Ik heb ook gip! Eén van ons, ja. Hij komt op ons af, die kip! Wat zijn jullie aan het doen? Die kip hebben we beginnen proberen van fucking ver die kip te schieten. Eén van ons heeft een gip. Eén van ons steeds. Ja, ik heb hem nog gezien. Ja, doe jij? Maar is die, komt die al of niet? Ja, hij komt. Ja. Je hebt je kip al bij. Maar kut, hij gaat misschien Nokkie worden in het water. Dat is niet de bedoeling. Kut. Chup charge! Pas een paar keer. Yo. Kijk hier dan onder. Kijk aan het kopje. Nu moeten we denk ik even wachten met schieten. Ja, ja, want ik ben echt bang dat die Nokkie. Hé, hey, er zijn er twee. Wat is daar? Parasau of zo, daarnaast. Ja, maar als hij in het water Nokkie gaat, dan gaat hij dood, hè? Sowieso, 100%. Ja, daarom. Kijk, even voor een grapje. Kijk. Hij is omhoog weer. Kan je even in mijn trein kijken? Moet kijken hoe mooi dat eruit ziet. Wat heb ik geen leven. Nee, maar het ging vanzelf. Nee, omdat ik al die besjes ging verwijderen, alleen deze overgelaten. Bleef dat over, weet je wel. Ja, sowieso niet zo. Nee, ik zweer het je echt, hoor. Want elke keer zitten toch allemaal die besjes. Waar zit dat ding? Vol. Ik kan er niet meer raken. Waar zit die? Het zou wel eens in de zee liggen. Ze is hier gewoon dood al. Hij is hier op de grond, hier onder mij. Ja, maar daar is ook een parasol, hè. Kijk hier. Weet je dat hem is, of niet? Ja, hier. Ja, ik heb hem gegeven. Oh ja, gaat daar, gaat daar. Ik zag het aan zijn haren gehuid. Ja, ik heb echt wel bijna een Nokkie gehad. Maar het is wel lekker als we deze hebben, hoor, want... Vezeltjes, joh. Die lekker kietelen, weet je wel. Ja, kiele, kiele. Ja, met kietelen, dat is lekker. Kiele, nou, kiele, kiele. Mag ik even achterop bij jou? Huh? Zo, we zijn er mag al. Mag ik even achterop bij jou? Oh, ik viel er bijna in, joh. Oh, hij gaat weer weg. Yo. Oh, mag er ook wel even oprijden, oh, joh. Hij gaat achter jullie aan. Lopen jullie naar het strand, dat was. Hij gaat achter jullie aan. Kijk. Hij gaat gewoon mee. Oh, hier is een dilootje. Hij gaat achter Kei aan, want Kei heeft ook geschoten. Ja. Ik heb hem nog niet één keer aangeraakt. Is hij op strand? Nee, hij gaat nu. Hij gaat nu deze nog steen op. Dit? Ja, nu gaat hij snel, hoor. Ho! Kijk eens hoe snel die is. Ja, maar dan kan ik nu kunnen we allemaal schieten. Nu laat ik hem hier zo staan. Maar nu moet je schieten, nu hier. Sowieso, want nu is hij niet zo diep ook in het water. Recht in zijn oog, dan gaat hij nog. Dat kan ik bij die Peter doen. Oh ja, doe het ook. Maar hij gaat eerst nog rennen. Ja, hij rent nu. Hij rent. Gaat hij het water in? Godverdomme. Ja, maar daar is heel ondiep overal. Te ver weg, joh. Ja, we kunnen niet hitten zo. Pink Lady. Ja, maar ik durf eigenlijk niet te landen nu, want hij... is zo snel. Hij komt, hij komt, hij komt. Ik zie dat hij wat geeft. Ik ben gedood. Iemand even schieten, alsjeblieft. Ik ben aan het schieten als een gek, joh. Die beer, die klem... Oh, die klem gaat niet open, ik ben neer. Ik ben dood. Ik heb hem geheerd. Ja, ik ben ook neer. Frel, nu moet jij afmaken. Hij gaat nu op mij. Hij komt daar. Alles is kapot gegaan. Ontwaak bij bed. Snel. Oh, mijn trijk staat er ook nog, hè? Ja, ik probeer hem weg te lokken bij het trijk, maar hij maakt me gewoon dood in één klap, joh. Ik ben ontwaakt, ik ga gelijk heen. Ja, maar ik jouw heb mijn... Eerst nog, moet ik mijn pijn en boog nog, hè? Om mijn ding pakken, joh. Ja, maar jouw trijk laten we die maar eens veiligstellen. Oh, hij is hier. Hij gaat nu pas op mijn trijk. Gaat hij nou ja, niet achter de trein kan? Pink Lady snel weg dan doen. Ja, maar hij komt, ik weet niet of hij nou achter ons aan kan gaan, of niet? Nou, hij doet niks, hij doet niks. Ja, maar waar is... Nou, hij heeft ook Pink Lady niet aangevallen. Vind je waar Pink Lady überhaupt is? Iemand is Pink Lady dood ging, hè? Waar is Pink Lady? Heb je die op het strand gezet of zo? Ja, ergens bovenaan heb ik hem gezet. Bovenaan? Huh? Ja, ergens bovenop. Vanaf de trijk als je rechts keek.
Oh, ik zie daar, ik zie daar. Hij volgt me. Maar mijn tasje moet ik even pakken. Die ontbindt ook snel, hè? Die tasjes. Ja, weet ik. Ik ga denk ik in het water even springen en dan ga ik pakken, denk ik. Ik spring hier gewoon naar beneden, nu waar ik nu hier ben. Ja, maar ik moet langzaam om bij mijn tasje te komen. Ik kan zwemmen. Ik ben nu bij mijn tasje. Moeten we even in die val lokken? Hij loopt nu helemaal het bos in. Allemaal kleding ook, gelijk kapot, hè? Oh, ja, maar zo bijna, hè, hier beneden. Weet je het ook op steeds? Hij is in een beertrap. Hij is in een beertrap. Ja, ik heb hem daar neergezet, een beertrap net. Ik hit hem, maar die beertrap gaat weer open. Of niet? Ja, hij gaat weer open. Kut, hoor. Hij rent wel weg nu. Ah, hij komt weer terug. Wat een kut deze. Hij gaat weg. Oh, hij komt terug. Hij gaat weer weg. Hij gaat weer terug. Wat gaat hij echt weg? Oh, hij komt weer terug. Big hit. Kijk zo ver die is, joh. Big hit. Ik heb hem ook gehit. Hoe kijk hoe ver ik ben hier? Big hit. Alle drie. Nu rent hij voor me wel kijk weg. Waar hij helemaal heen gaat. Oh nee, daar niet. Nu komt hij achter mij, ja. Ik kan steen afvallen. Maar hij loopt ook echt heel mongolisch, is vervelend. Ja. Waar is hij? Ik zie hem niet meer. Oh, daar. Naar mij. Kijk, hij gaat naar jou. Kijk. Ja, hij loopt achter mij. Oh, hij zit gewoon in mijn benen! Met zijn kop, maar ik kan hem niet raken. Ja. Hij zie je, melk ik uit. Mel! Nee, niet het water in. Hij gaat het water in. Oh, Mikado. Hij komt naar mij toe. Hij volgt me. Hij gaat eruit. Laat hem eruit. Alsjeblieft, ga open. Hij die klem. Nee, joh. Net te laat. Yo, hij kan me bijna raken, joh. Ik ga nu naar die klem. Ik ga hem proberen te lokken naar die klem. Ja, die lokken nu ook naar mij toe, hè? Ja, maar hij gaat erin. Kijk, zie je? Ja. Hops. Schiet. Eens kop proberen. Donder op. Nee. Kutbeest. Ja, maar dat, als hij dat doet, is hij ook aan het vluchten. Is hij bijna neer, weet je wel. En dan... Ja. Hij komt weer. Klote beest, man. Nou, hij gaat weer weg. Hij ziet ons en dan gaat hij weer. Ja. Jongen, wat is dit? Het is nog nooit zo moeilijk geweest, joh. Hij is nog niet onder water. Oh, misschien kunnen we hem wel snel besjes of iets geven, want... Heb iemand wel besjes? Want ze temmen best wel snel, dat wel. Ik heb geen besjes. Heb jij besjes, kijk? Er is geen haai in de buurt. Ja, maar... Er is hier niks in de buurt, niks in de buurt. Even zuurstof happen. Ik weet niet hoeveel zuurstof dat ding heeft. Oh, ik heb ook heel veel besjes, joh. Ik heb er al één gedaan. Ik was er al. Oh, eet die. Dat hij het redt. Ik heb wel de zadel. Hij is helemaal dood, hoor. Is hij dood? Ik zie het ding niet, maar hij kon net iets ingooien. Nu niet meer. Nee, hij hier achter bij de staart. Zuurstof, 85, 82. Gaat heel slow. Heel snel door. Gaat nu langzaam dood. Ja, maar ik wil wel zo'n spulletjes dan even hebben, want die bestje er even uit te halen als hij toch doodgaat. Kijk, zo'n gezondheid gaan. Ik vlieg even zo naar het bos, misschien zit die andere er ook nog. Ja, hij is dood, kijk. Fuck, die gozer. Kunnen we niet gewoon een hokje maken waar we hem ingooien, dat we dan vanuit de hok kunnen schieten? Doe de gans op, pas, doe de gans op, pas, kom maar op. Doe de gans op, pas, nou, je loopt langs wel, hoor. Oh, ik dacht dat je daar moest maken, bij Varel. Nee, ik heb een beetje dichtbij gekomen. Ja. Oh, ja. Hier zo deze kant mag je weer drie fundamenten zetten. En dan hier in het midden moet je dat muurtje zetten.
Wie is er deze? Wat is dat? Heb ik nog plaats of? Goh. Wie is er? Ja, daar. Nee, ik heb het een blok. Kijk, dan moet je hem hier zo inlokken. Maar dan moeten we alleen, kijk, ik dacht, dan zet je pilaren zo neer. Nee. Aan de zijkant, hè? Zeker niet. We moeten daar muurtjes plaatsen, maar dan met een raampje erin, dan kan je er doorheen schieten. Ja, of hij gaat hier bovenop staan. Hij loopt er bijna recht die op af. Hij loopt gewoon recht op die helling af nu. Ja, weet. Dat is echt top. Maar maak dan even snel. Ja, ik ben nog bezig. Maar ik kan ook trouwens muurtjes met deuren, deurkozijnen. Kan ook. Daar kan ik ook doorheen schieten, daar kan ik er niet doorheen. Ja, boeit me niet. Ik ben echt zo blauw maken. Pilaren te zetten. Je moet even, je hebt twee muren nodig. Eén of twee. Twee, ja, soms of twee. Niet, twee. Volgens mij gewoon tussendoor. Ja, dat bedoel ik. Pilaren, dat is kloten. Hier kan het niet tussendoor. Kijk eens door dan. Gewoon tussendoor, ja. Yo. Dit moet je ook niet hebben, maar doe dan weg. Moet je heel veel muren. Doe, weg. Kom, hier, ik heb hier. Vooral kan je even aan de kant gaan als je snel, dankjewel. Ja, bij de volkant daar waar die hennen hoeft niet, want daar kan hij sowieso niet doorheen. Dus die kan ik gewoon laten staan. Ik ga ze pas komen. Maar ik ben bang dat hij er gewoon overheen loopt, joh. Nee, dat kan toch niet. Even kijken waar die is. Oh, hij is hier al, joh. Moet ik hem achter me aan laten lopen? Ja, ik kan hem ook wel lokken met Orange Loyalty. Wacht, nog niet gaan, nog wacht. Nee, niet lokken. Nee, dat snap ik. Nou, heb je nog genoeg dingen om ook om hier te zetten waar die pilaren staan? Ja, haal die pilaren weg. Maar kijk, dan kan ik. Haal die andere pilaren ook weg. Oh, ik kan hem gewoon doorheen zetten. Hij komt al. Hij is al hier, joh. Nee, hij komt nu naar mij, of niet? Ja, hij komt weer weg. Hij gaat weer weg. Hij gaat weer, draait weer om. Hij komt weer. Kijk uit. Hij draait rondjes. Hij had eigenlijk. Of die helling is eigenlijk niet helemaal goed. Doe. Moet ik hem lokken of niet? Ja, hij moet hierin. Nee, hij moet hierin, kom. Oh, hij komt al. Doorheen, ga er doorheen. Hij zit vast. Schieten. Ik ga even dood spelen. Kijk, hij sloot die dingen. Hij schiet die dingen. Schiet! Jongens. Ja, ik schiet nu. Melvin, je moet ook schieten. Ja, ik zet hem vast. Kijk, ik zet hem vast. Want anders gaat hij daar overheen. Ik ben aan het schieten. Ja, ik kom snel terug. Ik ben even de pijl aan het halen. Ik ben ook one shot, godverdomme. Kijk, als hij nou daar elke keer wat gaat, dat maakt niet uit. Als hij overal een beetje dingen gaat kapot maken. Ja, oké. Dus we moeten altijd even een beetje heen en weer. Nou moeten we eigenlijk naar de andere kant weer. Ja, ik vlieg wel even. Maar steeds is het ook moeilijk om kapot te krijgen. Hè? Dit hokje laten we hier staan, ook voor andere beesten. Dit kunnen we gewoon repareren. Ja, daarom. Ben je net zeggen. Hij is klaar nu, denk ik. Ja, drie. Oh. Ja, ik heb net. Daarom heb ik die ene muurtje nog één hoog gedaan, want daar had hij echt overheen gaan nu. Ja, daarom, daar was ik al bang voor. Ja, hij gaat je nog één. Moet je gewoon nog een helling erop. En dan had je een helling. Ja, gewoon drie hoog. Nee, eruit! Hij springt eruit! Hoe kan dat? Ja, maar we moeten hem nu toch hebben een keer? Mijn ding is kapot! Ja. Oh, waar is hij? Waar is hij? Hij is. Joh, dit is echt klote, man. Ja, dit is echt kansloos. Waarom hebben we altijd gezeik? Hij is vast, hij zit vast tussen bomen. Ik heb hem weer geraakt. Ik ook. Dit is onze kans. Ja, maar ik heb geen. Dit is wel best wel veel. Ja, hij is neer. Hij is Nokkie. Kijk, ik heb alleen geen besjes. Oh, ik heb besjes. Hij zit 12 in een steen. Dat maakt hem echt een flikker uit. Nee, want hij staat sowieso op als hij weer klaar is. Maar hier gaat die buzzer echt snel, hè? Ja, iemand moet even een narcose ding halen. Zal ik halen? Ik kan er niet in.
Je moet bij zijn start. Ik heb, nee, laat me. Jawel, ik heb 10 narcosemiddelen. Ja, maar hij heeft heel veel nodig. Of hij moet heel veel eten. Maar bij zijn start moet je kijken, helemaal. Ja, weet. Hij was 9,2%. Oh, duurt lang. Ik heb 101 gedaan, joh. Ja, maar eet hij dat ook vanzelf? Nee, dan moet je klikken, maar dat doe ik meestal een beetje als hij op de helft is. Want anders eet hij ook zijn bestje niet.